Een luchtaanval uitgevoerd door een formatie straalvliegtuigen was de inleiding tot een oefening van de organisatie Bescherming Bevolking in Utrecht. Reddingsploegen, medische teams en bluseenheden, gevormd door honderden BB-vrijwilligers uit alle delen van de provincie Utrecht, kwamen samen in een der getroffen stadswijken om daar de gevolgen van de bomaanval te bestrijden. De oefening werd geleid vanuit de centrale post van het hoofd der BB in dit gewest. De BB'ers riepen versterking in van brandweereenheden uit andere Utrechtse gemeenten. De demonstratie had ten doel het publiek enige aspecten te laten zien van de taak van de BB, zoals de inrichting van noodhospitalen en de verzorging van gewonden. Een taak die zij hopelijk nooit zal hoeven uit te voeren. De hele oefening, die werd bijgewoond door minister Beel, was tevens een hulde aan de scheidende commissaris der Koningin in Utrecht, die de BB van zijn provincie met grote geestdrift heeft helpen uitbouwen. In de Bernardhal nam men afscheid van hem. De burgemeester van Utrecht, Jonkheer de Ranitz, overhandigde onder andere een herinneringsoorkonde aan de heer Reinalda, die zelf verklaarde het werk van de organisatie Bescherming Bevolking met belangstelling te zullen blijven volgen.